Goedemorgen. Vanuit Fieberbrun op zaterdag 19 december. Vandaag gaan wij dit gebied bekijken. Maar zeker ook het gebied aan de andere kant waar ze aansluiting mee hebben gemaakt. En dat is Saalbach-Hinderklem. Dus hou vooral ook de nieuwe lift in de gaten. De Tirol S-baan. Mocht je nog twijfelen waar we zijn, dan is dit toch ook wel een herkenningspunt. De grote Punaise, ja, die staat eigenlijk centraal voor Fieberbrun. Nog steeds heb je hier kleine, witte, brede linten waar je doorheen moet skiën. Maar zo is het eigenlijk overal. Nou, we zijn bijna bij de Tirol S, want de afdaling waar je nu naar kijkt, die komt van de Reiter Ost daarboven. Dan zit je in Saalbach en dan kun je die piste pakken om weer terug te gaan naar Fieberbrun. Maar dat is pas aan het einde van de dag. Het is wat druk hier boven bij de Reiter Ost. Maar dat heeft wel een reden. Hier hebben we namelijk de Tirol S-baan. De verbindingslift tussen Fieberbrun en Saalbach-Hinterklem. En daarmee wordt ook gevierd dat ze tevens het grootste aaneengesloten gebied van Oostenrijk zijn. Met zo'n 270 kilometer. We zijn weer terug in Fieberbrun via de Tirol S afdaling. Mooie afdaling, maar er lagen behoorlijk wat bulten. En hier weer recht voor je naar beneden gekomen, de Rekmoos Noord. Ligt er ook nog wel goed bij. Zonnige kanten worden in de namiddag wel wat slechter. Maar goed, dat wordt vanavond gewoon weer geprepareerd. Nou, voor ons zit hier de dag er weer op. Wij gaan afsluiten met de groeten.